In de herstelondersteunende intake staat het persoonlijke verhaal van de cliënt centraal. Er wordt vanuit gelijkwaardigheid van alle deelnemers gekeken naar de kracht en de mogelijkheden van de cliënt. Ik ben seksueel misbruikt vroeger, tussen mijn 8e en mijn 12e. Ik heb mezelf overeind gehouden, maar dan was het gewoon na mijn werk gewoon gauw naar huis en drinken. Omdat ik me zo kwetsbaar voelde, kon ik ook gewoon geen goede moeder zijn. Ik raakte gewoon helemaal in de war. Toen heb ik hulp gezocht, ook omdat ik paniekaanvallen kreeg. Toen ben ik naar de GGZ gegaan, via de huisarts. We zijn begonnen met een nieuwe manier van het doen van onze intakes. Meer persoonlijk, meer gericht op de cliënt en samen met een ervaringsdeskundige. Daardoor krijg je een andere dynamiek in het gesprek. Opener en gelijkwaardiger. We hebben het natuurlijk nog wel over klachten en over symptomen, maar we vragen ook nadrukkelijk naar krachten, waardoor we merken dat onze cliënten over het algemeen minder behandeling vragen dan wij ze eerder altijd aanboden. Wat heel belangrijk is, is de eigen regie van de cliënt, dat hij of zij zijn eigen keuzes kan maken in het verdere vervolg van de behandeling. Daarbij ondersteunen we de cliënt natuurlijk wel en kijken we samen met hem of haar niet alleen naar wat is er binnen de GGZ mogelijk, maar ook wat is er eventueel voor aanbod buiten de GGZ. En daarnaast maakt ongeveer 50% van de cliënten de keuze om ook bij de herstelwerkplaats zich aan te sluiten bij een lotgenotengroep of andere herstelondersteunende activiteiten waarbij iemand aan zijn eigen herstel werkt. En dat wordt allemaal ondersteund en begeleid door ervaringsdeskundigen. Het is misschien overdreven om te zeggen van nou, het voelt een beetje als thuiskomen, maar ik werd gehoord. Mensen die stonden niet boven me, maar ze zaten gewoon naast me. Ze gingen met mij op zoek naar een oplossing. Ik ben niet gewend om zelf keuzes te maken. Er werd heel vaak voor me gekozen en nu mocht ik zelf bepalen wat goed voor me was. Voor mij was dat toen de eerste stap naar autonomie en dat was geweldig. Ik had het niet anders willen doen.